Ik heb een idee. Een bureau. Een bureau. Wil je stoppen als sheriff? Dickie. Naar een cashflow. Een bureau, op niveau, een cadeau. Cadeau, bureau, op niveau, cadeau. Het is een heel groot risico. En we noemen het Frisia, omdat we uit Friesland komen. Ja. Een lening voor een paard, een lening voor een wagen, een lening voor een deusje vol. Een lening voor gereedschap, ga naar Frisia, is mijn adviesbureau. Een lening voor de schuur, een lening voor de keuken, een lening voor een nieuwe boom. Een lening voor het loonkamp, ga naar Frisia, ga naar zijn nieuwe adviesbureau. Voor een Peugeot. Wacht niet tot morgen. Een lening. Doe het vandaag. Een lening. Weg zijn je zorgen, voorlopig althans. Zeg je niet graag. Lenen is een lust. Lenen is een hobby. Lenen is een ware gift. Sparen is niet goed, je moet eeuwig wachten. Lenen is niet dom, waarom zou je smachten? Alles is te koop en dat is een hoop dan dikke kip. Voor al je bezit, dan de kip. Dit wordt een klapper. Leven Frisia. Dit wordt een nieuw begin. Leven Frisia, zegen Frisia. Sparen is niet meer in. Leven Frisia, adviesbureaus van goedkoop. Twijfel jij of jij kunt lenen? Check je horoscoop. Dit is een klapper. Leven Frisia. Lenen is populair. Leven Frisia, zegen Frisia. Straks zijn we miljonair. Zodat niemand van je buren van je lening weet. Leven Frisia, adviesbureau, super snel. Maar kun jij me niet betalen, kost jou de kop. Mensen willen comfort. Mensen willen luxe. Mensen willen luxe. Voorspoed. Voorspoed. Door Frisia. Door Frisia. Dagen van 14 uur. Ik maak lange dagen en zoek personeel. Mensen die perfect zijn, maar niet duur. Tikken takken, 2 jaar later. Ken ik er van dienst zijn? Ja hoor, dat kan snel. Weekje Barcelona, weekend naar Pamona, workmate, vaak party, wasmachine, wat garage staat op het bos, de begroting. Ze houden van me.